Hallo allemaal, dit is Nicole van Nicole Tekent met een nieuwe tutorial. Vandaag gaan we bruin haar tekenen. En ik leg jullie stap voor stap uit hoe je dat moet doen. En het belangrijkste is nog steeds goed blijven kijken. En spelen met schaduw en licht. Daardoor krijg je diepte in het haar. En je ziet aan mijn vakjes dat ik dus weer 6 kleurtjes heb gebruikt. 2 lichten. 2 donkere en 2 middentonen. Dus tussen licht en donker in. Alleen als je meerdere kleuren gebruikt, lijkt het echter. Iets is niet alleen maar één kleur. Je hebt altijd schaduw en licht wat erop valt. Waardoor je weer andere kleuren ziet. Ik heb nu een pluk haar getekend. Maar je kunt ook hetzelfde toepassen. Bijvoorbeeld voor opgestoken haar of kort haar, krullend haar, wat je maar wil. Wat ik doe met de tekeningen die ik gemaakt heb, die doe ik in een doorzichtig hoesje voor een ringband met van die gaatjes aan de zijkant. En dan kun je het mooi in een map bewaren. Dan kun je het altijd erbij pakken voor de kleur die je wilt maken. En dan zie je hier aan de zijkant, als je daar de namen bij zet, eventueel een kleurnummer of het merk van het potlood. Dan kun je heel gemakkelijk terugvinden welke kleuren je dan nodig hebt. Dan gaan we nu aan de slag. Wat hebben we nodig? Een schetsenborlok. De 6 bruine tinten. 5 bruin en 1 zwart. En ik heb dus de vorm heb ik al opgezet. En dan gaan we nu verder met de donkerbruin. Maar de zwartige kan ook wel. Voor de schaduw. Die zet je wat donkerder aan eerst. Waar je het wat donkerder wilt hebben. Hier is het wat donkerder. Dan ga je alles eerst zo langs. Hier is de schaduw helemaal wat donkerder. Want deze lok die valt over deze lok. Dus dat is schaduw. Dus donkerder. En dan vul je alles nog op. Hier lichtjes. Met dat zwarte potlood niet te hard duwen. Anders geeft het te veel kleur af. Dus staat de eerste basis staat erop. Dan gaan we met de andere kleur. Gaan we verder. Deze kleur. Altijd in de lengte met het haar meetekenen. Anders lijkt het heel vreemd. Als je niet overdwars hebt. Hier is het nog niet zo belangrijk in dit stadium dat je alle haartjes helemaal duidelijk ziet. Dat komt straks nog. We zijn nu eigenlijk nog steeds bezig met een basislaag. Ik zie net dat ik hier ook nog wat puntjes aan had moeten zetten. Zo. En dan ga ik weer verder met mijn bruin. Ja, pak ik de volgende kleur. Dat is deze. Warme bruin.
En je ziet dus dat je heel veel kleurtjes gebruikt en laagjes vooral zet. Wil het ja, echt op haar gaan lijken. Dus ook in een tekening die je maakt met haren. Eén laagje is niet genoeg. Papier is mooi als je al dat wit niet meer ziet. Dus er zijn veel laagjes voor nodig. Af en toe veeg ik ook met mijn vinger er nog over. Om het iets meer te blenden. Dan ga ik met de volgende kleur. Dat is deze. Je ziet dat het papier steeds wat dichter komt met de kleuren. Hou ook de laagjes, de lokken aan. Zie je, want deze is dus scheef. En zo bouwen we hem steeds wat verder op. Je kunt dit 10 keer opnieuw doen. Maar dan heb je ook 10 keer andere kleuren. Of net iets anders. Dat geeft allemaal niet. Als jij maar tevreden bent met je tekening, dan is het helemaal goed. Ik heb ook 3-4 keer dit opnieuw gedaan voordat ik tevreden was. Ik pak de zwart weer. Toch alweer wat meer die schaduwen aan te zetten. Zorg ook dat je echt met streepjes hier werkt in die schaduwen. Anders lijkt het heel natuurlijk, onnatuurlijk als je echt zo'n baan zwartig kleurt. Kleur niet alles dicht met één kleur. Je kunt beter wat vaker laagjes over elkaar zetten dan in één keer de kleur erop. Of er zit wel wat donkers doorheen. Zo, en nou zou het toch wel mooi zijn als we hem een beetje kunnen blenden. Dat is die kleur. Dus dat de witte vlakjes weg zijn. Ik duw nu iets harder op mijn potlood. Dat die witte vlakjes wat meer weg zijn. Je ziet dan ook gelijk dat hij toch wat anders al opkleurt dan de rest. Dus dan zet je een beetje wat kortere streepjes en je duwt wat harder. Blijf de lokken in de gaten houden, hoe ze lopen. En blijf die ook volgen.
zoals zo'n lok van, wat zal het zijn, 15 centimeter lang. Is toch best nog wel een heel werkje met inkleuren. Maar dat is toch het resultaat uiteindelijk toch wel mooi. Met de bruin is toch net wat donkere kleuren dan met de blonde. Het is toch net iets anders werken. Nou, je ziet eigenlijk nog niet heel veel verschil tussen de bovenste en de onderste lok. Dus daar ga ik nou nog mee aan de slag. Echt die schaduwen er meer in. En overal. Wat meer donkere plukken. Het is nog meer kastanjebruin geworden. Terwijl het voorbeeld wat meer donkere bruin. En zo zul jij je tekening ook weer heel anders misschien hebben uitzien. Ik ben wel benieuwd naar jullie tekeningen. Dus mochten jullie het willen laten zien, het zou leuk zijn. En tips en trucs. Ook altijd welkom. Of wat je graag zou willen dat ik laat zien, voordoen. Als je daar nog ideetjes voor hebt. Ik ben ook benieuwd naar. Dus laat het rustig zien. Nou, voor iets meer het oplichten erin heb ik nog een lichtere kleur. Dat is die. Voor een beetje de glimmers, de highlights, de glans. Af en toe even van een afstandje ernaar kijken. Dat werkt ook heel goed. Ik maak ook vaak wel een foto tussendoor. En dan kan ik hem even van een afstandje kijken. Mis ik er nog iets aan? Wat moet nog veranderd? Het is ook altijd handig. Al wat meer in vorm. Ik vind nog steeds dat er te veel witte plekjes zitten. Die wil ik graag weg. Op een gegeven moment is het papier wat verzadigd. Dan kun je er eigenlijk niet meer veel laagjes bij overheen doen.
En als je dat merkt en je denkt van, ik ben nog niet helemaal tevreden, kun je beter opnieuw beginnen. Want dan pakt het papier toch niet meer kleur op. Dan pakken we nog weer de zwart. En zo werken we dus net zo lang tot je denkt van, nou, ik vind het goed. Ik denk dat dat nu al zo'n beetje is. Even kijken, ik kan nog een beetje roetbruin. En nog wat van dat lichte, dat oken. Voor net wat meer glim. En dan is mijn bruin haar, mijn lok, is af. Dus ik hoop dat je het leuk vond, deze video. En ik hoop dat je de volgende keer ook weer komt kijken. Ik vind het leuk als je komt abonneren. En als je nog tips hebt, ik hoor het graag. En als je iets hebt van, oh, dat mag Nicole ook wel voordoen, hoe dat getekend moet worden, laat het me weten. Oké, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken.